Ik merk dus dat we een lijvig programma hebben. Vooral wanneer het gaat om onze artiesten die bezig zijn in ons land. Van jong tot, ja, heel jong tot ietsje ouder. Vandaag in deze Mantintaki. En er komt ook nog een entrepreneur event. Waar we er dus ook vandaag aandacht aan zullen besteden. Siva Seder is een jonge artiest. En ik denk dat het haar eerste clip moet zijn. Ze heeft in 2018, 2 jaren terug, heeft ze zoveel furoren gemaakt. En dat komt eigenlijk ook door de nationale zender, de STVS. Want toen werd er de Pretenders werd er dus toen gehouden. En zij heeft, ja, we zien haar daar in beeld. En we zijn er blij om. Ze heeft zich verder ontwikkeld. En ze zit nu ook op een Engelse school, so she speaks English, right? Yes, good morning. How are you? Good morning. I'm well. Yeah, it's going. Yes, it's going, yeah, it's going. Right way. Yeah. Yeah. Is het om jouw muziekcarrière dat je naar een Engelse school bent gegaan? Ja, eigenlijk wel, want ik hield wel van Nederlands, maar ik hield altijd meer van Engels. Van Engels. Ja. Ja. Goed, je bent bezig met je eigen clip. Ja. Vertel me dat verhaal erachter. Ik was gewoon thuis, ik had niks te doen, dus ik heb mijn notebook gepakt, ik heb gewoon een liedje uit mezelf geschreven en plotseling kwam het uit me op, het is geweldig. En plotseling heb ik het opgenomen en ja, nu ben ik ermee bezig. Nu ben je ermee bezig. Ja. Maar hoe is het opgenomen? Mama had een vriend ergens en dat... is ze naar daar gegaan en dan plotseling heeft ze gezegd, ja, ze kan komen. Ze heeft naar mijn liedje geluisterd en ja, ik heb het opgenomen. Ja, je hebt het opgenomen. En het is eigenlijk begonnen bij de STVS. Nou. Ja, het is begonnen. Vertel me dat verhaal ook, zodat iedereen het ook weet. Hè, dat de STVS er ook aan werkt aan talentontwikkeling en ook het ontdekken van talent. Zodat men ook weet van nou, hoe klein je ook mag zijn, dat je toch wel kans hebt om te groeien. Hoe is het bij STVS begonnen? Ik hou nog steeds van dansen. Ik hield ook van dansen. Ik zit op onstage. En toen heeft mijn moeder gezegd, er is een playback show. En ik heb geoefend. En ik heb gezegd, mama, ik wil meedoen. En ik heb 2, 3 vriendinnen gevraagd om me te helpen. En ja, en toen heb ik 1/3 gewonnen. En daarna bij de finale heb ik echt mijn best gedaan. Ik heb alles erin gestopt en ben ik eerste geworden. Jij bent eerste geworden. Eigenlijk moet ik je die 5 geven. Ja. Oké, nou, jouw clip. We gaan er naar kijken en luisteren. En ik ben heel benieuwd. Iedereen kijkt ook. Iedereen is ook benieuwd. Ja. Heb je fans ook gezegd dat je vandaag hier bent? Ja, ik heb mijn fans ook gezegd. Oké, goed. Dan gaan we dus naar de clip van Siva Seder vandaag in deze Mantintaki. Een heel jong talent, 11 jaar oud. Ja, ze is 11 jaar oud en ze is al bezig met de showbiz. En ze heeft haar eerste clip en vandaag in deze Mantintaki krijgen we de primeur. For song of the week. The blessings in my heart give me motivations. I thank God for life and my talents. Why you always looking like that happy, happy girl? I'm blessed by my God in my soul. My skin is of nature, my picture is gold from God and his bread. The blessings in my heart, they give me motivations. The blessings in my heart, they give me motivations. God bless me, God bless me. God bless me, God bless me. God bless me, God bless me. The blessings in my heart, they give me motivations. God will always give me the story that I'm here for and my glory. I'ma fly like an angel. Did he call me? Yeah, he did. Let's start a conversation. The blessings in my heart, give me a story. Thanks to my God and the glory. I'm blessed by God, his skin's from silver, and his heart's from gold,
My skin is a glitter, my picture is gold. Sifa Seder, eigenlijk een hele bekende familie, hè, als het gaat om de showbiz in Suriname, de familie Seder. En de jongste hebben we dus hier vandaag, Sifa Seder. Eigenlijk, ja, the blessings that motivates me. Yeah. Vertel me. Dus het gaat eigenlijk over dat ik in mezelf geloof. Dus leven geeft me inspiratie. God geeft me alles wat ik tot nu toe heb. Ik ben blij dat ik zo'n talent heb. En ik ben echt blij. En meer gaat het over inspiratie wat ik krijg. En Ja. En wat ga je verder doen met deze inspiratie dat je krijgt om het Surinaamse publiek eigenlijk in te verwennen, te zegenen en eigenlijk ook te motiveren? Ja, ik wil ze in hunzelf laten geloven en dat ik ze ook inspireer. Ja, mooi. Vandaag dus Sifa Seder in deze Mantintaki Jong Talent. Eigenlijk ook ontdekt hier bij de STVS in 2018 van The Pretenders. En jouw eerste clip. Het is ook getoond op tv. Yes. Hoe moet men ermee omgaan? Kan men het ook vinden op... ze kunnen het vinden op Trackdrip en YouTube. Ja. Het is ook op Facebook. Het is ook op Facebook. Yes. Goed. Komen er nog meer producties uit dit jaar? Heb je al plannen gemaakt? Heb je ook al meer geschreven? Ja, ik ben nu bezig met mijn tweede. En ik ga kijken wat er gaat gebeuren. Oké. Heel veel succes ermee. Dank je wel. Ik bedank Sifa Seder dat ze er dus vandaag is om dit met ons te delen. En op deze jonge leeftijd al heeft ze al haar eerste productie op haar naam. We zijn daar heel blij en trots om dat wij ook vanuit de STVS daar een bijdrage aan hebben geleverd aan het ontwikkelen van haar talent. En hoe gaat het ook op school? Het gaat goed. Morgen heb ik een quiz en ik hoop dat ik hoog scoor. Oké, goed. Ja. En we hopen dat ook. Ja, dankjewel. Goed. Je mag groeten, je fans, voordat je eruit gaat. Ja. Hallo allemaal, ik ben Sifa Seder en ik vind het heel fijn dat ik hier was. En ik hoop dat jullie ook naar mijn clip gaan kijken en dat jullie me ook, dat jullie er voor me bij staan. Ja, en ik heb heel erg genoten. Ja, goed. Sifa Seder vandaag in deze Mantintaki. En zo hebben we dus vandaag ruimte voor een aantal andere artiesten die vandaag ook het een en ander met ons zullen delen. Zoals Young Boss. Hij is vandaag hier te gast in deze Mantintaki en hij doet de promotie van Mens Zonder Tranen. Die clip krijgen we dan ook vandaag in deze Mantintaki. En wij kijken er naar uit, want hij heeft ook een heel bijzonder verhaal met ons te delen vandaag in deze Mantintaki.